Personen die kort voor de verkiezingen een baan hebben gekregen bij het ministerie van Openbare Werken, terwijl hun stukken niet in orde waren, hebben vandaag hun beschikking in handen gekregen. Dat gebeurde op het ministerie van Openbare Werken. Het gaat om ongeveer 1500 personen aan wie gevraagd was om thuis te blijven. Totdat duidelijk was geworden of ze op de juiste wijze zijn binnengehaald. En minister Riad Nourmohamed heeft zich wederom afkeurend uitgelaten over de wijze waarop de groep door de vorige regering in dienst is genomen. Toch, want je behoort te weten wat behoorlijk bestuur is. En behoorlijk bestuur is niet een beschikking op straat afgeven of een missieve thuis afgeven. Dat is geen behoorlijk bestuur. En dan ga je zeggen, dat is de reden geweest waarom ik gelijk opdracht had gegeven toen ik hier kwam. Hey, personeelszaken, let op, laten we alles on hold zetten, wat iets klopt niet. En wat niet volgens de ambtelijke procedures gegaan is, is strafbaar, is corruptie, toch? Terwijl we wel wetten hebben en regels binnen de overheid en het ministerie van Openbare Werken. Er zijn mensen die veel meer weten dan mij, wat er gebeurd is voor 25 mei. Maar die gaan bij de rechter moeten gaan. Januari met meester Mahango, juridische zaken, moeten de dossiers klaar zijn. De dossiers om in te dienen over wat er gebeurd is. En dan zullen de mensen die dit hebben veroorzaakt, want het is een criminele activiteit, die zullen voor het gerecht hun verhaal moeten gaan vertellen. Zo? Want wat gebeurd is, is buiten het ministerie van Openbare Werken gebeurd. Dus het is strafbaar. Doordat de stukken van deze groep niet in orde waren, kregen zij ook geen salaris uitbetaald. Het ministerie streeft ernaar om een groot deel alvast voor kerst uit te betalen. Nourmohamed schuift echter niet onder stoelen of banken dat dit een uitdaging is voor het departement. De eerste mensen, of heel veel mensen, zullen hopelijk voor kerst al een eerste uitbetaling krijgen. Misschien niet alles. En dan ga je zeggen waarom. Niet alles. Het geld is niet op de begroting. Als het geld niet op de begroting is, kun je niet meer uitgeven, want de begroting is een wet. Dus toen die mensen, toen meneer Bouders en Adin bezig waren met deze grap, hebben ze geen geld achtergelaten. Ze hebben de missives uitgedeeld, zonder geld te reserveren op de begroting 2020 om die salaris uit te betalen. En vandaag sta ik voor de keus. Ik ga het zeggen, ja. Niet zomaar heb ik die projecten gezegd, bleef on hold. Omdat ik weet dat de ambtenaren zullen komen. Als ik hun laat doorgaan, hoe ga ik jullie betalen? Dat is een keus, dat is een opoffering die we brengen. Minister Riad Nourmohamed van Openbare Werken, gisteren bij de overhandiging van contracten en beschikkingen aan personen die voor de verkiezingen in dienst zijn genomen. Omdat het ministerie niet voor iedereen plek heeft, zal een groot deel van de mensen afgestoten worden naar bedrijven met wie het departement een overeenkomst heeft getekend. Dit betekent volgens de minister ook een besparing op de begroting.